Vandaag totaal iets anders. Ik heb een pakketje. Ja, dat is wat je natuurlijk niet verwacht hier op het kanaal misschien, maar... Dit is namelijk een paar media systeem. We gaan beginnen eventjes een paar stukjes film van hoe het oude scherm is. Dus die interieurverlichting even eruit gehaald, de hele unit. Ik ben benieuwd. Laten we eens eventjes gaan uitpakken. En daarna gaan we die radio inbouwen in de auto. Wat zit er natuurlijk allemaal in die doos? Dat is een handgreep die er al standaard in zit. Alleen deze is uitgevoerd met een camera. Dit is een GPS module. Een hele kleine camera. Dit is de bekabeling van het oude scherm naar het nieuwe scherm. Microfoon voor een car kit. USB kabels. Handig voor als je iets wil aansluiten op USB op je scherm. Wifi antenne. Het grote touchscreen, veel groter als het gebruikelijke scherm wat erin zit. Er kan dus een simkaart in, zodat we dus internet hebben in de auto. En een TFT-kaart waar je video's en audio op kan zetten. Tijd om te gaan bouwen. Hier ergens op het dashboard, waar we dus die extra antennes allemaal kwijt kunnen. En de microfoon, die wil ik eigenlijk hier inbouwen. Dus die interieurverlichting even eruit gehaald, de hele unit. Hier zit de microfoon. Je bengelt een camera. Daar hebben we even een microfoon dadelijk opgehangen. Het mooiste was natuurlijk om hem erin te verwerken. Maar ik ga hem eerst gewoon testen zoals hij nu hangt. En dan ga ik de bedrading via dit gedeelte naar beneden brengen. De bedrading via het luikje hier naartoe gehaald. Dan kan dit eruit. Kunnen we daar het scherm gaan plaatsen. Gaan we deze eruit halen en deze knoppen disconnecten. Ja. Goed, die is eruit. Daar is die. Voilà. Grappig om te zien, want ik heb nu die camera die hier hangt, heb ik even aangesloten en je ziet het. We zitten nu in het achteruitrijscherm, dus dat werkt. Dus we weten ook dat de camera werkt. Camera ga ik op een andere poort aansluiten en dan kijken of die het ook doet. De manier, als ik hem zo kantel. Krijg ik hem niet. Ik krijg hem nog naar achteren. Ja, en hoe cool is dat, hè? Kijk, je ziet de tijd. Het is bijna etenstijd. Je ziet het toerental. Kijk hier. En dan zie je ook de tijd, toerental. Verlichting aan. Ja. De instellingen zien. Echt heel gaaf. We hebben ook HD video. Moet je opletten. Hoe vet is dat? The ultimate secret weapon.
Hier zien we in het overzicht alle voorgeïnstalleerde apps. En je kan natuurlijk gewoon via de Google Play Store, kan jij dus gewoon andere apps downloaden, mits je verbonden bent met internet. De CarKit functie werkt echt perfect. Hey man. Hey. Hey. Dus ik zit in de auto en ik bel even via de CarKit met jou. Dus ik denk, ja, ze lachen natuurlijk. Oké. Okay. Ja. Dus, ja. Ben ik een beetje te verstaan? Je bent prima te verstaan, want je komt door alle speakers binnen natuurlijk. Ja, dat is hartstikke mooi. Zeker weten. Ja, Oké, dat was dus die CarKit functie. Binnen waar kan je dus gewoon de navigatie zo instellen. Geinig, hè? Je kan dit helemaal scherp schrijven. Mooi hoor. Ze hebben er ook nog een andere navigatie-app ingezet, maar die gebruik ik niet. In de GPS kan je testen. Dan zie je allerlei GPS'en die er zijn waarmee die verbonden is. Dus dat werkt ook. En dit is een hele mooie app om je telefoon rechtstreeks mee te streamen. Dat is natuurlijk ook wel heel gaaf. Kan je dus met je telefoon streamen. Het welbekende plaatje met Before and After. Ik ben dik tevreden. Mensen, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik wil jullie in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. En dan ga ik nog ook even verder kijken naar deze film. Vergeet ook nog niet te abonneren. En doe even een duimpje omhoog. En dan zien we elkaar bij de volgende.